Het heet regenwormen. 21 die heeft 1 worm en 36 heeft 4 wormen. Kijk, Madelief heeft 2 vijven, 2 regenwormen, wat hoog is. En wel degene die de meeste regenwormen heeft, is de winnaar. Die 24 van Elina af gaan pakken. Jullie kijken naar deze bonusvideo van vandaag. En we gaan een spelletje uitleggen waar we heel veel spelen. Het heet regenwormen. En daar hebben we van de standaard en de uitbreiding. En we beginnen met de standaard. Dus ja, pak hem maar uit. Heel veel vragen gekregen, want mensen kennen het spelletje niet. Ja, wij eerst. Ja, wij vinden hem heel leuk. Wij kennen het ook niet. We hebben een vakantie van vrienden geleerd. Nou, je hebt 8 dobbelstenen en... zulke dingetjes. En dan van 21 tot 36. 8 fiches, kaartjes. Ja, en hoe noemen wij het eigenlijk? Ja, ik weet niet. En 21? Ja, stenen. Ja. 21 die heeft 1 worm en 36 heeft 4 wormen. En 36 is dus eigenlijk het beste. Dus de hoogste. Dan gooi je ook het minste. 31 is het slechtste. En mensen die het spelletje wel kenden, die zeiden, het is voor kinderen ook heel goed en leerzaam, want je bent constant aan het hoofd rekenen. Ja, met die dobbelstenen, ja. Voor mij zelfs ook nog goed. Dus het is een leerzaam en een leuk spel. En dit is altijd ons bakje om de dobbelstenen in te gooien. Zodat je niet vast kan spelen. Ja. En iedereen pakt altijd 1 dobbelsteen. En die gooi je nog wel op tafel en die het hoogste gooit, die mag beginnen. Hey, regenworm! Oh ja. En kijk, Eline heeft de 5 en Madelief heeft de regenworm, maar wij hebben de regenworm is het hoogst. Ja. Dus jij mag beginnen. En dan is papa en dan is Eline. En dan gaan we met de klok dan mee. Kijk, Madelief heeft 2 vijven, 2 regenwormen, wat hoog is. En die regenwormen die pak je, want op het einde moet je regenwormen hebben. Ja, aan het einde van de beurt. En dus tel het op voor 5. Ja, dus je hebt nou 10 punten. Ja, en als je geen... regenworm hebt, ben je dood. Op het einde van je beurt. Ja. Ja, dus je hebt 1 tot en met 5 in de regenworm. Ik had deze keer een regenworm. Ja, maar dan weet je. Ja, nou kun je dan of de 2-2'en pakken of 1-3. Ik zou de 3 pakken. Ja, ik ook, maar jij mag ook de 2-2'en pakken. Als je hem al hebt liggen, mag je hem niet nog een keer pakken. Ja, mag je hem niet nog een keer pakken, ja. Dat was een... Dat is je mag hem niet aanvullen, dus hij heeft 2 regenwormen, 3 erbij, mag je er geen 5 van maken. Mag je er geen 5 van maken, ja. Regenwormen heb je al, dus die mag je niet nog een keer pakken. Kijk, en nou toch 2 mooie 5, hè? Dus heb je nou 23 punten. Ja, want je moet er bij dan zou je dit fiche kunnen pakken. Dus maar dan zou ik 4 en 10, 2, 20, 23. 2 kunnen en 1. 2, 23. De 1 en de 4. Dus je mag eigenlijk zo vaak gooien als je maar niet hetzelfde gooit. Want dan ben je af. En nou ben je dus ben je af. Want je hebt 2 regenwormen en een 3. En je hebt al regenwormen en 3'en. Dus nou, als er nou een 4 was geweest, dan had je de 4 hierbij mogen leggen. Ja, maar dat is het niet. Dan moeten we deze omdraaien. Ja, dan draai je het hoogste getal om. Ja, dat zijn de regels. En nou ben ik 35. Ja, en normaal als je al een kaartje hebt, dan lever je die in en dan gaat de hoogste omdraaien. Komt zo. Ja, hier, jij mag hem... Kijk, dus Madelief was nou eigenlijk dood, zoals wij dat dan noemen. Deze ronde. Ja, kijk, ik gooi nou 20 al. Zeldzaam hoor. Ja, 4-5 wel super goed. Dan krijg je misschien wel gelijk alle potjes onder regenwormen. Ja, dat ben je ook. Je moet altijd een regenworm gooien. Kijk, nou 2 vieren. Nou, ik ga wel voor de gok. Dan moet je 2 pakken. Ik koop een regenworm. Ja. Oh, kijk, nou ik ga nog niet verder, want ik heb heel veel. Ja, ik heb 33. Ja. En dat is 4 regenwormen, dat is 4 dus regenwormen. Dat is eigenlijk het beste. Dus nou, die is nou voor mij. En op het einde van het spel, degene die de meeste regenwormen heeft, is de winnaar. Maar het spel kan nog helemaal op het einde helemaal omkeren. Ja, dus als jij zo meteen bijvoorbeeld 25 hebt, dan leg je die daar bovenop. Ja. Nou, we gooien nooit zo goed. 25 al. Dit is echt de beste worm die je in het begin kan hebben. Ja, ik zie echt voor me dat ik nou 3 regenwormen gooi. Dat weet ik niet. Dan heb je G, J, C. Dat is een antwoord wel. Ja, nou die stopt ook. Dat is toch geen 33, hè? 25 plus 8, ja.
Nou, ze mag hem dan van mij afpakken. Kijk, dus ik wil hem eigenlijk niet afpakken, maar dan moet. Ja, maar je moet... Of je moet verder gooien. Of je moet nog een keer gooien, maar dat ga je niet doen als je dit hebt. Nee, maar kijk, heb ik wel 32, nee. Of 31? Nee. Nou, dat had ik wel. Ja. Maar ja, dan... Nee, dat zou niemand doen. Nee. Want 4 regenwormen is al het hoogst. 33. Ik ga voor de 4, ook al heb ik een regenworm, dus maar 1. Ja, ik hoop daar wil je meer van. Te gooien. Nou ga ik toch voor die 1, want de kans wordt steeds kleiner. Ja, dus dat nou hij erbij heb jij 13 punten. Dat was een slechte kreeg om te pakken. 18 punten. 18. Ik moet gooien, want er is niks. Ja, voor 18 is er niks. Nee. Je moet sowieso 21. Ja, er moet een 3 bij zitten. Nou, de 2. 20. Nou, dan wordt de kans klein. Dan wordt het een 1 of een 3. Ja. Of dood. Ja, een 3. Een 3. En dat is? Nou, hoeveel heb je nu samen? 10, 18, 20, 23. Dus dan mag je de 23 pakken. Dat is dan één regel. We hebben hem toch maar aangezet, want we dachten, ja, als er nou iets gebeurt wat we dan willen uitleggen, dan mis je dat. Dus Jan zit klaar met werpen. Ja, nee, ik heb 26. En ik heb nog 2 dobbelstenen. En ik heb verder niks. Maar je hebt wel de 4 en de 5, dus je kan nog wel meer. Dus ik kan nog 1, 2 en 3 gooien met 2 dobbelstenen. Nou, die kans is wel groot dat ik dat gooi. Dus, ik neem de gok. Die schiet eruit. Dan dus doen wij opnieuw. Die mag opnieuw. Oh, 2 enen. Nou, dan pak ik die er nog bij. Dat maakt eigenlijk niks uit. Dus dan heb ik 28. Want 26 en 28 is allebei 2 regenwormen. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar als je nou 27 had gegooid, dan had je een lagere moeten pakken. Had ik die gepakt? Oh, ja. Oh. Want van lief heeft 27. Ja, die is een 5, hè? Hey, geef mijn dobbelsteentje. 3 vijven. Goed begin. En 5, 4, 5. 3, 4. Ah! Af! Nee, nou, dus kijk. Mama gooit nu de 4 en de 2. En ze heeft de regenworm, de 4 en de 2. Dat is allemaal heel... Dus moet ze die inleveren? Dus moet ik deze terugleggen op zijn plek. Dus de 23 die gaat terug. En die is omgedraaid. Nee, we hadden net al 2 omgedraaid. Nee. Maar liefst draait deze net om. Ja, dus de 35. De hoogste gaat dan naar beneden. Kan dit gewoon zo naar elkaar. En nu is 34 het hoogste. Ja. En ik ben geweest, dus wat dit is. En je hebt niks meer. Nee. Dit gaat niet mijn winnend potje worden. Maar aan het eind kan het hier nog altijd veel veranderen. Ja. In het spel. Eén regenworm of 2 vijven was de keuze. Of al de andere dobbelstenen komen er niet. 2 vieren. 5. Ik heb nu 13. Oeh, kijk. Zo. 28. Is er niet? Oh, ja, die kun je van mij afpakken. Maar je kan ook nog een keer gooien natuurlijk, hè? Want je kan nog de 1, de 2 en de 3 gooien. Wordt die weer afgepakt bij mij? Oh. Wereldpotje. De ene laatste steen is net gepakt. Madelief, hoeveel punten heb jij nu? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zeg ik toch? Ik 4. En hier staat waarschijnlijk de winnaar. 4, 5, 6, 7. Nee, maar er kan van alles gebeuren 8, 9, 10, in de laatste ronde. 11 punten. 12, 13, 14. Oh. Er kan van alles gebeuren. Ja, er kan van alles gebeuren. Dus Madelief die gaat nu gooien. Want de les best. Les best, ja. Als Madelief die pakt... Dan is het afgelopen. Ja, of je moet nemen. Gaat ze rot, zeg maar, op dat dood. Wel, als je bovenaan staat. Oh, ja, dat was een regenworm. De 5. Dan is ze die 23 kwijt. Die wordt dan teruggelegd en omgedraaid. Dus blijft de 21, 22 liggen van mij. 5 en 4. Als ze 29 gooit op 25 of 21, kan ze er eentje van de ander pakken. Gaat het ook nog door.
Dus ze kan nu toch wel, even kijken, of 15 en 8 pakt. Dus 23. Die kan ze de 22 pakken. Ben je tweede geworden. Je kan ook doorgaan om te winnen en de 29 van Eline afpakken. Maar welke moet ik pakken om de 29 van Eline nu af te pakken? Dan heb ze 23. Ja. Krijgt ze er ook nog gegooid? 23. 6, 2 drieën moet ze dan gooien. Ja, als je nou 2 drieën gooit. Of een 5 en een 1. Een 1, ja, nog een 5. Dan kun je die van Eline afpakken. Ja! Kijk, en nou gaan we even kijken. Wie staat er nu voor? 3. Ik heb er 11. 11. 4. 5. 4. 8 punten. Dus Eline staat nog voor. Ik zit er bovenaan op volgorde. Ja. Dus ik moet nu die 24 van Eline af gaan pakken. Ja. Ja, Maddie, jij zit er allemaal mee te spelen. Ja, ik weet die ene moet je... Ja, je moet de laatst gepakte moet bovenaan blijven. Ja, en toen deze. Zo. Ja. Voor de 24. Ja, ik ga nu voor de 24, omdat we niet willen dat Eline wint. Maar wel dat Marie wint natuurlijk. Nee, ik wil zelf winnen. 10. 20. Nou, als ik nog een 4 gooi. Ja, 24. Wow. Kijk, zo ga ik aan het spelletje nog even. En als Eline nu 22... Als Eline nu 22 wordt, heeft Eline gewonnen. Maar misschien gooit ze wel zo slecht... Dat ze haar kaartje verliest. En dan heb ik en dan gaat mama lief winnen. Dus het kan heel raar gaan. Nee, mama winnen. Nee, mama kan niet winnen. Kijk. Slecht gooien. Ja, de 22 is wel heel makkelijk om te halen. Dus dat moet wel lekker. Slecht gooien. Slecht gooien. Slecht gooien. 9. 9. 18. Dus je moet nog een 3 of een 1 en een 2 gooien. Of 5 of 2 tweeën. Ja, nee. Wat? Ja, spannend. Wat? Ja, kijk eens aan. Oh, 5. Ja. Nou, Eline heeft gewonnen. Eline heeft gewonnen. Oké, okay, en nu? De uitbreiding. Uitbreiding. Eerste spelletje is voorbij. En we gaan nu beginnen aan... De uitbreiding, nee, maar die komt volgende week in de uitzending. Want dit was al zoveel dat we een volgende bonusvideo volgende week maken. Dan moet je hem eerst zo oefenen. Als je dit kan... Dan is het heel leuk om de... Ja, de uitbreiding Een week later. Wij zijn ook zo begonnen en toen met de uitbreiding erbij. Wat toch wil vind je? Ik met de uitbreiding ook wel heel leuk. Ja, met de uitbreiding is leuker. Ja. Ja. En dat vind ik niet bij alle spellen. Nee, bij deze zeker wel. Ja. Dat er dan net iets, dan wordt het iets minder geluk. Ja. Ja. Ja, dit was dus ons bonusvideo voor vandaag. Papa. Vanmiddag om 4 uur zijn we er weer. Ik ben weg aan morgen. En we hopen dat je abonneert. Houdoe. Houdoe.